Ja, goedemorgen lieve vrienden. En ik zou zeggen, een heel hartelijk welkom bij weer een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag maandag de 18e juni. Ja, en het is 10 uur 36. Ook dat nog. Ja, en even de boel weer wegklikken. Ik krijg zo meteen hoogstwaarschijnlijk mijn persoonlijke begeleider weer van, en dat is een man, dus ja, die zal ik de takken eens weg laten halen op Dina. Die blijft hangen. Maar hij mag beginnen om daar in die hoek te beginnen, boven de televisie. Want ik wil toch wel weer ook licht krijgen, ja, en ik weet niet waar het dan ligt. Dus dat is even allemaal afwachten hoe en wat. Dus ja, dan mag hij mee beginnen. En dan ben ik benieuwd of ik vanavond wel weer licht aan kan hebben in die hoek. Want het is wel donker en triest. Ja, hey kerel. Hi man. Hi man. Ja, ze zijn allemaal binnen. Hij stond er net voor de deur te blaren. Dus ja, dan laat je hem maar binnen. Ik ga een bakje koffie maken. En ja, ik moet met de vlog van gisteren nog aan het werk. Want dat zit ook allemaal nog op de camera's. Ik heb er geen zin meer in gehad om dat te doen. Maar dat komt allemaal wel goed. Ik heb wat los van mijn maag. Komt ook wel weer goed. Maagtablet innemen zometeen. En dan hoop ik dat het over zal gaan. Maar ik wens jullie als eerste een heel hartelijk welkom. En geniet van de dag. Het is hier ook triest weer. Het heeft geregend. Want ik heb de snuffelmat die ik gisteren van Karin had gekregen. Heb ik vannacht maar alweer buiten moeten leggen. En ik moet haar nog vragen hoe maak ik dat schoon. Want die dame daar, die voor het raam zit, nou, jullie raden het al, ja, ik was er niet blij mee. Nou hangt die aan touw aan de pergola. En ik moet maar eens even vragen aan Karin, hoe maak jij dat schoon? Ja, het is een rubberen mat met allemaal van die sliertjes. Dus ze mag het maar gaan vertellen, ja. Zo heb ik mijn beestje er nog niks aan. He? Nee. Nee, ja. Nee. Dus ja, het komt allemaal wel weer goed. Daar niet van. Ik denk, ja, in een beetje sop of zo. Ik weet het niet. In de wasmachine, ik ken het niet. Nee. Gaat niet worden. Dat gebonk. Ah. Oh. Van een rubberen mat. Nou, daar word je ook niet vrolijk van, denk ik zo. Maar oké, dat komt allemaal ook wel weer goed. Ik zou zeggen, vrienden, geniet van jullie dag nogmaals. En we horen elkaar wel weer. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, daar legt ze dan, hè. Ons meisje te slapen, ja. Lekker. En hondje is buiten. Ja. Ik denk dat hij al naar binnen wilt. Het is trouwens niet zo prettig weer, hè. Oh, nog één. Hoi, mannen. Oh, het begint ook weer te miseren. Bah. Ja, en daar hangt de snuffelmat, maar die moet gewassen worden. Want, hey kerel, de kleine dame daar, die had er vannacht eventjes op gepiest terwijl ik het niet in de gaten had. Want ik zat gewoon hier, voor mijn bureau. De mat die lag hier op de grond, voor het krukje. En onze grote vriend daar, die had al eventjes geoefend met zijn matje. Ik had wat ertussen verstopt en alles. En ja, dat ging toch perfect. En ik heb het even niet in de gaten en gaat de dame erop pietsen. Nou, dat stinkt een uur in de wind. Maar ik had het vannacht even buiten gelegen. Ik denk, dat komt morgen nog wel. En ja, het blijkt, was het vannacht gaan regenen. Ja. Maar hij moet eigenlijk even gewassen worden. Maar ik had vandaag zoiets. Ik ben back af van de afgelopen week. En gisteren dat reizen en dat doen. En
eigenlijk, ik ben nog echt heel erg moe. Hey kerel, je bent nat. Ja, je bent nat. Maar even iets anders. Vanochtend is dus mijn persoonlijke begeleider geweest. En voilà. Kale boel hier. Alle takken weg. Ja, alle takken is weg. De verlichting is trouwens gemaakt. Enkel bovenop staat nu één lampje. Die doet het nog. Andere lampje ook een stuk, maar daar weet ik hoe dat komt. Dus dat is even, ik moet een nieuwe fitting halen. Maar wat ik ook gelijk wil, ik weet niet eens waar ik het kapje heb gelaten. Oh, die staat nog in die andere stoel. Zal ik die er even bij pakken? Nou, dit is dat kapje. Die andere, daar zit het kapje nogal. Maar ten eerste, ik vind ze een beetje vies, smerig, rare kleur. En zoals jullie zien, er mist twee van die houdertjes aan de weerskanten nog. Er behoren vier in te zitten, zover ik weet. Twee, of drie, dat kan ook nog. Dus ja, dat wankelt natuurlijk. Dat gaat alle kanten op, behalve de goede. Tenminste, ik dacht van wel. Maar ja, ik zal dat nog wel even bekijken, hoe en wat. Maar ik wil eigenlijk een nieuwe hebben. Mijn telefoon ligt daar. Ga eens even weg. Voilà. Ja, hallo. En dat is natuurlijk mijn dochter Karin. Het zal niet zo wezen. Ik ben weer aan het vloggen en Karin die belt. Hoi, schat. Oh, en ik heb over een staart heen gereden, van die rode daar. Ja. Kijk, er ligt een hele pluk haar. Hij heeft niks gezegd, dus ja. Zal hij het ook wel niet gevoeld hebben. Toch? Gooi me er gelijk even weg. Een hele pluk met haar. Zo dan. Nou, dan zal ik er eerst even een einde aan breien. Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. Doei doei. Nou, mijn hondje staat zomaar weer eens even te eten, hè? Ja, kerel. Ga maar een hapje doen. Ga maar een hapje doen. Doe maar. Hé, was het zo lekker, hè? Ja. Doe maar, hoor. En ja, ik ga ook mijn eten opwarmen. Ik heb het makkelijk, omdat ik, ja... Macaroni bolognese. Nou, dat ga ik even in de magnetron zetten en dan kan ik ook lekker smullen en smikkelen. En ja, ik heb het echt het eind in me hoor, ik ben echt back af. Maar ja, wat wil je? Na die week van de avondvierdaagse en dan gisteren en twee slechte nachten. Dat was afgelopen nacht en gisternacht. En dan zo'n lange reis, dan lijkt het langer dan dat is. Omdat je zo moe bent. Ik heb mijn arm niet eens niet recht houden. Maar oh, er wil er een binnenkomen. Nou, dan zullen we die binnenhalen. Maar ja, ik ben... oh ja, en ik heb nog een lampje gesloopt. Een lampje, een schemerlampje. Die moet gemaakt worden. Maar dat had ik jullie al voor de helft verteld. Maar toen belde Karin. Het kapje hadden jullie al gezien. Maar het lampje zelf niet. Dan zal ik... Ups. Dit is het lampje. Dat is toch een lief lampje. En dat is een centje, want die andere staat op de kast. Nou, die ga ik dan maken. Er moet een nieuwe fitting op. En ik moet nieuwe kapjes hebben. Ja. Dus deze neem ik dan mee voor een nieuw kapje te zoeken. Dat moet ongeveer net zo hoog, net zo breed wezen. En ik wil graag ook wel weer rond hebben. Ja, het pootje is rond, rond model, dus moet er ook een ronde kap erop. Ja, dat ga jij ook eens aan de kant. Wat leggen jullie altijd in de weg? In de sporen waar ik moet rijden. Die kan opgeruimd worden.
zo. Ja, jullie zijn aan het mekkeren. Dus ja, lieve vrienden, dat is zo'n beetje het geval. Nou, die spinnenkoppen die gaan morgen weggegooid worden, want die hangt al helemaal slap. Ja, er zijn al wel een paar goeie, maar ze gaan ook stinken, dus dat gaat gewoon weg. Wat weg is, is weg. Zo simpel als wat. Ze hebben al ook lang gestaan, want ze hebben meer dan een week gestaan, dus mag het? Ja, 7 juni kreeg ik ze. Dus tel maar uit. Dus het is vandaag de 18e. 18 juni en ik kreeg ze 17 juni, dus reken maar uit. Ik vind het best. Ja hoor. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen, ik ga mijn eten verder doen. Ja, ik kom vanavond nog even een keertje retour. En dan zien we dan wel weer. Ik zou zeggen, toedeloe! Een goedemorgen is het alweer. Ja, goedemorgen lieve vrienden. Ik ga gelijk afsluiten. Ja, want het is mij alweer laat, schat. Het is 2:30 geweest. Ik moet straks weer bij tijd eraf, want Rebecca die komt weer rond 10:00. En ik ben de tweede keer met dezelfde vlog bezig, want het was de eerste keer wat vergeten. Dus ja, ik kan hem helemaal weer aan elkaar halen en dat ertussen doen, want dat hoorde nog bij deze. Dit is de vlog van gisteren, dat ik naar Roderick ben geweest. Dat was natuurlijk op de vlog gezet, maar ik had wat door de war gedaan, ik weet het niet hoe ik dat heb gehad, maar ik denk te moe of zo. Ja, ik ben nog moe. Ik heb nog een hele week om me dat te proberen in te halen, dat ik een beetje weer boven en op kom voordat ik jarig ben. Want ja, zaterdag 23 juni ben ik jarig. Ja, word ik alweer 61. Ja, of je moet bij elkaar optellen, ben ik 7. Maar nee, helaas. Dat ben ik geweest, ooit, vroeger. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, welterusten, lekker slapen, gezond weer op. En met Gods zegen zal dat vast en zeker wel lukken. En mijn hondje die ligt daar. En ja, de verlichting die doet het allemaal wel weer. Enkel daarom heb ik het kapje anders om, omdat het een ander lampje is voor nood. Ja, die er bovenop staat. En die kant. Ja, die staat even andersom. Maar als je daar geen kapje op doet, dan word ik scheel. En dat willen we niet hebben, nee. Dan word je zo kippig ervan, moet maar niet. Maar ik had haar gewoon echt een lampje tekort. Ik denk, nou, er moet wel even een lampje bij. Ja, toch? Maar oké, ik zou zeggen, tot de andere kant voor de nacht. Doei, doei.